Yo, beste mensen van het schoolleven, mijn naam is Dardo en welkom op mijn YouTube kanaal. Vandaag zijn we een vlog aan het starten. Jawel jongens en meisjes, aan het tankstation. We moeten dus zo snel mogelijk zo anti-wind dingen gaan halen, want hier, dat is de microfoon. Maar daar moet ik dus van die dode ratjes op plakken zeker. Ik moet ze nog eens bestellen. Anyway, we gaan vandaag iets leuks doen. Of ja, dat is de bedoeling. We zijn vandaag eigenlijk onderweg naar T-Raps. We gaan eindelijk mijn velgen halen. Het enige wat ik vandaag wel wist te hebben voor ik vertrek, is de factuur. Ik heb er niet voor niks ongeveer 5000 euro achtergelaten. Ik wil een factuur hebben waarvan opstaat wat is en wat heeft gekost. Waardoor het de verhalen valt aan een boekhouder, want dat is wel vrij belangrijk. We gaan nu naar het werk, want de micro gaat mee met de kamionet. Zie hier, het is gewoon gerapt, hè. Chique dingetje. Mooi, mooi, mooi. En dat was weer mijn alarm. Oké, ik ben klaar. We zijn aan het topjagen. We zijn nu al aan het topjagen, omdat ik weet dat ik dat niet ga krijgen. Hè. Ik heb er echt al veel achter gevraagd, niet normaal. Oké, ik heb eindelijk een keer V-Power getankt. Blijkbaar moet dat iets goed zijn. Dat mag wel, want dat is 36 cent duurder dan de gewone benzine. Dus per liter, hè. 36 cent maal 6, dat is een 20 euro duurder dan dat ik normaal kwijt ben. Dus blijkbaar zou dat goed zijn voor een motor. Dan moet je er een keer inkappen, hè. Want als je je eigen lichaam wilt verzorgen, moet je goede voeding inkappen. Maar als je een auto wilt verzorgen, kapt er dan ook deftige brandstof in. Oké, we zijn aangekomen. Dat zijn de nieuwe bussen trouwens. Die moet ik nog eens gaan filmen. Daar ga ik binnenkort mee rijden. Dat ziet er fucking vet uit. Anyway, waar is Miguel? Stinkbeer nummer 1. Tristan. Stinkbeer nummer 2. Kijk eens aan. Echt een gladde paling, hè? Dat is op achteren. Kom, jongens, we zijn weg. Ja. We gaan de mensen. Gaan we doen? We gaan de mensen vandaag achter het factuur vragen. Dus niet laten, hè? Ik moet even kijken naar de nieuwe bus. Maar dat zijn dus spiegels. Dat zijn gewoon schermpjes, hè? Dat is super raar. Hier ga je dus mee rijden in september, of ja, nee. Je moet met de oude bus rijden, zeker? Wacht. Kijk, daar, die daar in de hoek. Die moet je zelf duwen. Zodat, ken je dat? De Flintstones, ja. Ja, ik moet mijn busje in gang duwen. Ik heb het al. Met een nieuwe werkgever, die gaat me wel eens helpen. Zeg. Kijk eens aan. Ik heb mijn netje voor de velgen mee te nemen. Of de wanden die er nu op staan. Dat gaan we zien. Anyway, we zijn er weg. Ik ben benieuwd wat het vandaag allemaal gaat brengen. En je raadt het nooit. We zijn vandaag al voor de tweede keer in de vlog bij het tankstation. Woehoe! Yay, buddy! Nicole, ik heb een idee. Wat als we nu eens gewoon zo elke dag elk tankstation in België gaan doen? We gaan duur op. Ja, maar zo daar 10 liter en daar 10 liter. Om de mensen daar te zien wat het verschil is, hè. Ja, dan moeten we blijven rondgaan. Ah ja, en we rijden zo ver als we kunnen. Spaart dat maar, we zullen nog wel een paar keer naar T-Craps moeten gaan. Nee, dat gaan we niet doen. Ik wil vandaag de laatste keer daar geweest zijn. Echt, als ik na vandaag nog moet gaan, dan weet ik het niet. Dan word ik zot. Ik ben nu mijn geduld aan het verliezen. Dus laten we gewoon vandaag dat schoon afsluiten. De rap wordt gefixt. En vervolgens nooit meer naar daar. Dank u wel. Dat is alles wat ik vraag, meer niet. Anyway, Y-food. Voor wat is dat? Voor mensen die te tam zijn om te eten, die geen tijd hebben om eten te maken, of gewoon geen tijd hebben om te eten, bijvoorbeeld zoals nu. Ik kan moeilijk hier mijn bord met pasta beginnen opeten. Dat is wel handig. 500 calorieën in deze drankje, vol aan mineralen, vitamine, uw macro's, uw vetten, eiwitten en koolhydraten zitten daar ook voltallig in. Nogmaals, zoals ik zeg, 500 calorieën, recycleerbaar, glutenvrij, lactosevrij. Dus het is eigenlijk voor veel mensen, ook mensen met allergieën, handig om zoiets mee te nemen. Moest je een lange tijd niet kunnen eten zoals ik nu, ik moet naar daar rijden, ik moet terugrijden, ik zou naar de fitness willen gaan, noem maar op. Dan drinken we dat. Heel simpel, als je dat wil bestellen, Y-food heet het merkje en daardoor als kortingscode geven we 10% korting op je aankoop. Dus als je dit koopt in de Albert Heijn of in de Appie, Albert Heijn is hetzelfde, of de Jumbo, dan zijn er meer geld kwijt dan dat je het via mij bestelt met mijn code. Dus gewoon naar de site gaan en dan de code daardoor gebruiken en dan, dan komt het vanzelf. Zwaar, Miko? Zwaar. Oh, zwaar. Ik heb te veel zin in. Ik kom eens aan weg, want dat is nog even rijden. Ja. En ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat daar allemaal gaat zijn. Ik ook. Ik
ik zou vol verwachting er naartoe. Ja, ik niet. Ja, wel, ik weet het niet. Hoe zou wegkomen? Miguel. Yo. We rijden tot daar, hè? Je krijgt net een bericht van die debiel. Ja. Weet je wat hij zegt? Nee. Moeren niet juist. M14 in plaats van M12. Ja. Waar rijden we gewoon tot daar, hè? Rijd tot daar. Pak je velgen mee, die gaat die rap fixen en die gaat ons facturen fixen. Heel simpel. Nu is hij mij boos aan het maken. Ja. Nu is hij mij boos aan het maken. Dus ja, dan weet je het, hè. Zo dan? Ja, maar ik zou je dan niet zeggen dat je onderweg staat, hè. Nee, ik zeg niks. Ik heb het gewoon opgedaan, ik heb het gelezen en we komen daartoe. Zo? Oké, goed. Zo weet maken. Nee, wat een fucking randdebiel is dat eigenlijk, jongen. Ik vraag je gisteren nog of dat die moeren binnen zijn. Oh, ik ga erom, alles is in orde, het een dag. Zeg, oké, morgen om 17 uur kom ik toe. Het is nu 16:22 en hij stuurt mij nu. Hij weet dat dat nu, en een kletsrijding, hij stuurt mij nu dat de moeren niet juist zijn. Dat de maat niet juist is. Moet je weten dat ik al 2 weken aan het wachten ben voor die fucking debiel zijn moeren. Terwijl je gewoon een auto 5 gaat rijden en je gaat moeren halen, hè. Dat is gewoon zo nonchalant als het maar zijn kan, dat fucking apathisch manneke. Ik zend je naar Tuur van T-Webs, naar dat klote muug, die gast. Echt waar, die heeft mij in het zak gezet, dat wil je niet weten. En niet alleen mij. Maar geloof me vrij, vriend, hier kan mijn staartje aan, hè. Zeg maar zeker, beste vriend. En ik ben niet de enige dat klachten heeft over die T-Webs, hè. Het zijn er meerdere, en je zult het wel zien. Ik ga me deze keer niet laten doen, hè. Ik ga niet mijn gat laten gepakt worden door zo'n debiele. Het is genoeg geweest. Ik kan een keer op mijn strepen staan. Ik kan een keer eerlijk zijn wat er gezegd moet worden. Ik ga niet zwijgen, omdat het moet. Of dat je na een klacht kunt krijgen of wat dan ook voor laster. Het boeit me geen fuck. Ik ben niet tevreden. Ik heb het genoeg aangekaart. En vervolgens wordt er geen fuck mee gedaan. Niks. Ik ben er al 7 keer op en afgereden. Ik ben niet vergoed geweest. 7 keer op en afgereden, hè. Een uur en een klets. Dat is al 15 uur. Nee, wat zeg ik? 7 keer. Een uur en een half op, een uur en een half terug. 7 keer, hè. Allemaal opgereden aan brandstof. Nog niet eens, dus sorry, niks, gewoon, het is niet in orde. Het is niet in orde, het is niet in orde. Dan gaat het terug voor je rap, dat aan het lossen is. Wat dat volgens mij niet echt de bedoeling is. Want ik ben bij BC geweest en daar zeggen ze, ja, eens dat de rap erop staat, is dat de rap erop. Ja, blijkbaar bij T-Raps niet. Als je daar een rap laat zetten, dan moet je 5 keer terug gaan om hem 5 keer terug vast te plakken. Ik ga hem terug, garantie noemen ze dat. Kom terug. Hij is vastgeplakt, ja, alles er al, het zal wel zijn, hij is niet vastgeplakt, in tegendeel. Het was nog erger als ik hem ging halen en mijn auto was vuil. Mijn auto was vuil, die was niet eens gekuist. Hoe kun je in godsnaam een wrap retoucheren als je hem niet hebt gewassen, die auto? Ik snap dat echt niet, maar wel op social media gaan flaneren, hè. En zo was er van de wereld bij een wereld rap evenement en al die zeven. En wel als je tijd hebt om aan zo'n onzin mee te doen, dan snap ik dat. Dat je zoveelste of vijfde of zoiets of derde van de wereld wordt. Er zijn bedrijven, hè, die niet eens tijd hebben om mee te doen met zulke nonsens. Anyway, ik ben uitgeraasd. Ik rij nu naar daar. Ik ga niet terugdraaien. Dat gunnen die mens niet. Ik bel dit totdat hij aan zijn zaak staat. En hij zal zien dat hij daar is. Hij zal zien dat hij daar is. Dat is heel simpel. En ik ga nu die velgen halen. Ik ga nu facturen halen. En hij gaat zorgen dat de web dan nu slecht is, dat geretoucheerd wordt. En als dat zelfs niet geretoucheerd wordt, dat is het minste van mijn zorgen. Hij gaat nu zorgen dat ik facturen heb, zodat ik mijn geld kan terugeisen op termijn. En vervolgens gaat hij zorgen dat mijn velgen, die er al super lang staan, dat ik die mee heb. Oké, we zijn bij T-Raps. Hè? Ik heb gelukkig niet gefilmd. Allee, gelukkig. Ik wou eigenlijk wel filmen, maar ik heb het niet gedaan. Uit respect voor Samir, die aan het werk was. En ja, dat is... eigenaar van, of een van de eigenaars van IMS Customs. En T-Raps is dan van de natuur. En het is in T-Raps dat eigenlijk alles aan de klote doet. Maar ja, dat is wel het bedrijfsnaam wat erop staat. Dus. Of ja, dat is niet waar. Het is T-Raps en IMS Customs. Maar ja, iedereen aanziet het als T-Raps. Wat zo de pagina ook noemt op Instagram. Wat de grootste niet zo gezegd. Hè. Maar ja, jammer genoeg. Het is nu zo. Het is weer niet in orde. Dat is al de 7e of de 8e keer, denk ik, dat ik ondertussen naar hier rijd. En daar is Miguel. Toen heeft mijn... velgjes mee. Dus wat is er gebeurd? Ik heb mijn velgen mee. Ik heb er eigenlijk eindelijk een factuur van gekregen. Vervolgens, vandaag nog, anders sta ik hier vanavond terug, moet ik mijn factuur ontvangen
voor... Wacht, ik moet even op de gps geven, ik moet naar Minikazar rijden. Oh, nee, maar een vlog met positieve vibes. Er komen nog positieve vibes aan, maar je ziet het. Ik film alles. Ik doe dat niet graag zo. Blijf de weg volgen, ja. Gedurende 7 kilometer. Nee, mijn eigen faken, daar ben ik het niet mee. Het gaat even niet goed, daar gaat het niet goed. Mijn hoofd is nu echt aan het exploden. Maar anyway, wat is er gebeurd? Ik heb niet gefilmd omdat de natuur te laf was om aanwezig te zijn. Dus dat was er niet. Met andere woorden, mijn rap wordt niet gefixt. Dus als er een rapbedrijf is die het wel te goed wil doen en met mij een samenwerking wilt aangaan, laat het me weten. Uiteindelijk, ja, een samenwerking met het Sterrenhemel heb ik dan al. Dus dat doe ik samen met Antwerp Customs. Daar heb ik een samenwerking mee. Dus eind september gaat mijn Sterrenhemel veranderen. Ik word zwart en alles wordt heftig gedaan. Maar als er dus nog een bedrijf is die aan wrapping doet van auto's en met mij een samenwerking wilt aangaan, feel free om me even te contacteren in mijn mail of in mijn DM's. Maakt allemaal niet uit. Ik sta open voor dialoog en dat we het eigenlijk een keer deftig aanpakken. Want ja, meneer Arthur was niet aanwezig en vond het ook niet nodig om, om te feesten dat het gewoon een dikke zak is. Maar ja. Abba, en dan nu onderweg naar Lotte. We gaan het terug positieve vibes strooien. Het is nu weer kut weer, al we zelfs een keer naar hier gereden. Ja, zonder succes. Ja, we weten het. Anyway, we zijn onderweg naar Lotte, want hier op de achterbank staat een mooie computer. De edit PC van Minikazar is aangekomen. Staat hier op mijn achterbank. En die gaan we nu dus wegbrengen na een iets of wel negatieve start van de vlog. Gaan we nu richting Lotte haar thuis. We gaan daar gewoon zeer snel, denk ik. Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon snel binnen buiten ga. Of zelfs niet binnen ga. Ik weet het niet. We zien wel wat de situatie is. Want volgens mij bleef het kindje van Julie slapen vandaag. Anyway, we zien wel. Maar we gaan de PC afgeven vandaag. Met andere woorden, Lotte kan terug editen en ik kan terug een beetje lean back doen, want dat editen, amai, ik heb dat onderschat, hè. Ongelooflijk. Je hebt geweldig veel tijd in, dat is wel leuk om te doen, maar je hebt zoveel tijd in dat je gewoon, ja, die tijd anders kunt spenderen, hè, en nieuwe content maken en dingen bedenken, hè. Ja, dat is het grote probleem. Dus dat komt nu terug. Dus Lotte kan terug editen vanaf nu. De PC is in orde. De PC is 20 keer zo goed als die dat ze nu heeft, dus dat gaat eens zo leuk zijn om te werken. Dus ben benieuwd wat allemaal wel goed gaat draaien. Dus die PC gewoon uitpakken, zelfs. En als alles mooi draait, dan vertrek ik. Want ja, we gaan toch binnen gaan. We gaan niet vertrekken voordat die PC werkt, want ik ken dat. Ik ben er geraakt. En ik snap waarom dat Lotte altijd zegt dat ze even gaat wachten om naar beneden te gaan. Ze zijn er fucking 20, dus een trappen. Niet haten. Oké, pak een mes, hè. Koekoek. Oké, openmaken. En nu zit daar zo niks in. Enkel moes. Of zo een foute. Kan er. Ik ga in Lotte haar geweldig mooie stoel zitten. Haat dan op haar stoel. Oh ja. Hier worden de vlogs geëdit eigenlijk. Oh, maar kijk eens. Heb je dat nog niet verkocht voor 20.000 euro? Oké. Voor die mensen gaan allemaal prikken. Is dat nog eens in zo'n doos? Ja. Stel voor, enkel de case. Doos in doos, dat is wel goed. Genoeg plastic hebben we. Ja, zijn we ready? Wacht, gaan we ze daar twee dingen in? Wat is dat? Dat weet ik niet. Bouwpakket. Bouwpakket? Dat kan ik niet, hè. Gewoon zo extra dingetjes die erbij horen. Bij de kings ook, hè. Oh, hier. Kijk eens zo. Dat kennen we nog niet. Huh? Hé, ideaal. Mijn muismat is vuil. Ja, kijk, dus. Voilà. Oh, wat is dat? Kom met ons gamen. Hier, Finn, dat is voor u wel binnenkort. Oh, alsjeblieft. Nee, moet niet hebben. Allee, het is geen gamen. Nee. Oké, ja? Spannend. Wacht, ik zal de doos. Doos past hier mee. Ik zal in de doos zitten. Ik heb weer een schaar nodig. Doos toe. Doos toe. Ik ga hem opsturen. Allee, Finn, gewoon op reis hoor. Gewoon ergens instappen in een doos, wie weet waar komen we uit. Oké? Okay. Echt, hè? Wat is dat? Echt, ja. Dat doet hij altijd, hè? De kronkel is er. Ja, zo kijk ik me nog niet eens op. Doe die helemaal? Ja, dat is al wel genoeg. Dat kan echt niet. Ik ga wel even doen, ja. Wacht. Ja, het is wel op internet. De hand valt eens zacht. Nee,
Nee. Kijk, hè. Dus dat is de case. Wacht, hè. Ik zie dat hij rechts staat. Nee. Plastic eraf. Ja, dan heb je nog die andere plasticjes, hè. Oh, god. Dat is de case. Gek, hè? Ja. Ik denk echt dat dat mooi gaat staan, dat ik zo'n witte bureau heb. Zo. Ja, dat kan veel beter zijn dan, ja, dan nu. Maar ja, kijk, je kunt je niet losdraaien. Wacht, hè. Zie, hier heb je eentje. Ja. En, waar nog? Denk ik, zo scheel. Draait hij los? Ja, maar die is los. Dat kan ik wel laten zien. Ah nee, hij is niet los, wacht. Het is toch niet. Ik dacht te zeggen dat hij er aan blijft hangen. Bij mijn case blijft hij daar aan hangen. Dus ik kan die niet verliezen. Ja. Dat is zo'n... Ah, magneet. Zo, zo, ja, een soort van magneet met een elastiekje. En deze is inderdaad maar eentje. Ja, zo inklikken of wat? Dat is wat ik niet weet. Ik ga kijken, ik ga het niet afbreken. Raar, hè? Huh? Is dat schuiven? Ik heb geen idee. Maar je zou denken dat dat hier nog ergens vast zit, ja, maar... Ja, breek het af. How to open an NZXT case. Ik wil dat opzoeken, dat kan toch niet. Ik ben echt zachterlijk bezig. How to open... Wat is die grap, hé. Dit is vast, zie, dat is... Ja. En dit is... Maar er is voor de rest gewoon geen vijfje of zo. Ah nee, dat is juist, dus ik ben bang dat ik dat weer kapot maak met mijn kracht. Ik zal het eens opzoeken. Zoek het eens op. How to open... How to open... NZXT. Dat kan ik niet. Dat is wel een maasmat. Dat is wel positief. Ja, echt een tutorial hier. Ja, madameke, je gaat wel mogen uitleggen dat het opent. Ja, ze heeft het hier, ja. We gaan dus echt een top zoeken, hè. How to open a case. Die draait daar los. Dan komt dat vanzelf los. Die trekt mee, je moet dat eruit trekken. Dat durf ik niet, zo, dan maak ik dat kapot. Kom hier, kom, zeg ik het doen. Hoe moet dat? Ja, ik moet daar gewoon aan trekken. Gewoon aan trekken? Ja. Ja? Hé, perfect. Dan zijn dat gewoon opnieuw gedaan. We waren te snel. Oké, dan moet je zelfs zo eraf doen, zo, met dat zo, je weet wat je bedoelt. De sexy peel. De, ja, dat heb jij gezegd. Sexy peel vind ik dat ook niet, maar... Dat is toch dat is zo satisfying. Nee, ik vind deze een beetje loes. Nee, dat vind ik. Dat is voor de ondersteuning van die fucking videokaart die echt beter is dan mij. What the fuck? Sexy. Dat is een TI, maar een TI doet dat hier zo nog wat door. De mijne is maar zo. Ik heb toch nog nooit gefilmd. Oh yes, eindelijk. Dat is te... Jammer dat ik geen Excel-herpark op kan doen. Ja. Ik heb altijd bang om daar zo te veel kracht op te zetten. Ik doe alles kapot altijd. Ja, ik ook. Maar dat is echt, hè? Dan denk je, dat moet zo raken we dat vast. Ah nee, shit, dat is toch niet zo. En nu? Kijk jij het of die dat doe jij maar. Echt? Ja? Yes. Satisfying. Zo satisfying. Dat is toch zalig, of niet? Dit vind ik leuk. Oh. Nee! Wat? Ja, dit blijft er zo achter. Heb je dat gezien? Nee. Elektriciteit is zich. Wat elektriciteit. Ja. Je ziet dat toch niet. Zie? Hm? Dat komt elektriciteit. Jij zegt gewoon raar, jij. Nee, dat is niet. Chance dat ik niet aan die componenten zit, hè. Dat is elektriciteit, dat. Dat papier? Dat weg, ja. Zit dat maar in de doos. Ja, zo. Ja, en niet lachen, hè. Of lachen. Kronkelkop. Wat is dat eigenlijk? Daar hang ik mijn microfoon normaal aan. Mooi. Hallo, test, ja, test. Hier. Dat is de Kemlink, hè. Mm-hmm. Wat dan? Over bezorgde mama. Moeten jullie niks drinken daarboven? Oh ja, ik was bijna dood. Ik moet wel pissen, dat moet ik eerst doen. Want anders komt dat niet. Ik zal eens zien of ik een potteke vind. Een potteke? Lieve mama, toch. Een potteke? Ah, dat heb je al gezien, dat is waar. Hoezo, ik had je al gezien. Ah ja. Bij Julie. Ah ja, juist, dat was ik vergeten. Niet lang. Toen dat ze buiten was. Zo happy, toch zo gestresseerd. Ja. Ja, nu duwen al ontploft, dat is wel content. Ja. Als dat ontploft, dan kun je dat niet meer plaatsen, denk ik. Ah ja. Als dat hier ontploft, dan zijn we normaal eraan. Ja, dat is waar. Maar gaan we proberen. Ja. Ik zie licht. Wel licht of lucht? Licht. Ik zie lucht. Pas wel bij het bureau, hè. Ja, ik vind dat veel mooier staan. Die Lotte, hè. Tss, man. Ik weet niet. Het kutte is dat jij dat zelf edit, hè. Ik moet straks wel even kijken voor ons een Adobe in orde te krijgen. Kan ik eigenlijk via hier ook snel doen. Het is toch gewoon betalen met de bankkaart. Met de bankkaart. En dan is het in orde, hè. En dan zijn we ready to go.
En dan deze vlogje komt nu gewoon zo online. Dan. Yes. Ja. Straks gewoon een voetbal van de Miguel erbij. Die shot om 10 uur, zo'n mini-zaalvoetbal. De Miguel? Ja. Echt? Ja, je start dat ook. De Miguel! Oh. De Miguel! Hij staat wel in de goal. Dat moeten we het wel doen, zo'n beetje zo. Daar staan ze. Ze zijn al teruggestuurd, die waren in het zak mee, zeg je zit. Ja, waar heb je daar nog iets van gehoord, Chili? Hè? Nu is ze druk bezig met TikTok. Onze Robin. Wie is dat? Mag je daarmee lachen? Of kent je die niet? Nee, ik weet het niet. Hoe weet ik nu wat ik weet? Weet je, zie je dat als Robin? Is dat? Nee? Op mij is het niet geabonneerd op TikTok, maar op ons Robin wel, zie je die show? Ik ga ook eens met dat dansen. Dat is een For You page. Dat is een For You page. Ja, nee, het is niet. Als ik eens zo'n je. Hey, kijk eens kijken, misschien zij komt er voor jou. Het is een morgen. Het was echt 5 uur of zo, hè? Mensen komt er zo naar mij. Een grote, donker druis. Maar echt, kijk eens even. En ineens zo. Hier, gevonden, zegt hij. Zo'n breekmes. Maar echt, wow, ja, ik kreeg het, hè? Dat ik ze te fucking zei hier. Echt waar. Dat staat op TikTok. Oké, we zijn terug. Daarachter rijdt de mama van Lotte en Julie weg. Want. Die is jullie naar huis gaan doen. En ja, voilà. Dat was het eigenlijk. Dus ik heb nu Lotte haar per se afgezet. Positieve vibes. Toch even bij mensen geweest die vandaag happy waren en gelukkig zijn. Toffe ouders ook trouwens, Lotte. Waren leuke mensen. En nu gaan we door naar Rotselaar. Ik ben te laat, niet te laat. Ja, te laat. Ik bedoel, ik zou binnen een half uur daar moeten zijn. Ik ga een keer kijken naar de voetbal. Ik ga niet fitnessen vandaag. Ik ga even gewoon genieten. En nadien naar Geleen samen met een ace. Dus nu op naar Rotselaar, naar de Meander, kijken naar de minivoetbal of zaalvoetbal van Miguel. Goed gepakt, Miguel! Wow. Goed geprobeerd! Even naar buiten. Iedereen is aan het douchen. Dan gaan we niet, gaan we niet filmen. Ja, en ik kon het niet laten. Hè. Ik heb nog niet veel gegeten vandaag, dus dan gaan we gewoon filmen. Ja, tot maatje. We gaan even een mekkie knallen. Of moet ik er aan wachten? Jurk 3. Die hel, joh. Net met een velg niet geraakt. Dus als ik mijn nieuwe velgen nog niet heb. Anyway, ja, mekkie eten heel snel. En dan op naar de Sisha Lounge. We zijn echt wel vriendelijk in Geleen. Nederland, hè. Mensen die je niet kent en zeggen hoi, hey. Ja, bij ons kijken ze zo raar van, hoe, zou jij mee aan het kijken? Hallo, ja, dankjewel maatje. Ciao, dankjewel. Oké. We zouden hier bijna toe komen. Nee, het is eigenlijk goedkoop, jongen. Wat is van Nederland gebeurd? De diesel 1,86 en de euro 95, 1,99. Anyway, ik ga ook afsluiten. Ik ga hier even nog op mijn dak mijn McDonald's opeten. Dikke merci om te kijken naar de vlog. Hopelijk vond je het leuk. Laat zeker een duimpje achter. Vergeet ook geen reactie achter te laten. Altijd fijn. Hoe meer reacties we hebben, hoe leuker om erop te reageren. Dan zie ik jullie volgende week bij een nieuwe vlog. En die zal weer geëdit worden door Mini Kazaar. Dus halleluja. Dan heb je daar minder werk aan. Anyway, dikke merci. Dan zeg ik zoals altijd, flex die biceps. En joejoe.